Wil je een lekkere portie saté bereiden met verse ingrediënten? Dan ben je hier aan het goede adres. In deze video zie je een recept dat vast je goedkeuring kan wegdragen. Ik vertel je er meer over. Voor dit recept heb je de Big Five nodig. Nee, niet die bloeddorstige wilde beesten uit de Serengeti, maar de 5 belangrijkste kruiden die ik zo omschrijf. Ik gebruik voor 750 gram kipfilet een flinke teen van elk. Op mijn snijplankje ligt er dan kurkumawortel, gemberwortel, citroengras, laos en knoflook. Ik snij eerst al deze producten in grove stukken, zodat het verwerken wat makkelijker verloopt. Voor de verandering stamp en wrijf ik de ingrediënten fijn in mijn vijzel. Maar jij kunt ook gewoon een blendertje ervoor gebruiken. In mijn vijzel maak ik het makkelijker door er ook meteen wat zout bij te voegen. En dan begint het geduldig stampen en wrijven. Oh ja, nu weet ik ook alweer waarom ik een blendertje voor dit soort klussen heb gekocht. Voor de volledigheid voeg ik er nog een beetje olie en rijstwijn aan toe. Het papje dat je eraan overhoudt, breng je verder op smaak met 2 eetlepels ketchup manis, 2 eetlepels zwarte peper, een lepeltje sriracha saus voor de pittigheid en 2 eetlepels gula kelapa. Het kippenvlees snij je in dobbelstenen. Of je grote of kleine stukken vlees aan je stokje wilt, bepaal je natuurlijk zelf. Als het vlees is gesneden, meng je de aangemaakte marinade er doorheen. Daarna laat je dit minimaal 2 of 3 uur in de koelkast marineren. Soms rijg ik het vlees ook direct aan de satéstokjes. Deze keer hoeven de stokjes ook niet in water voor te weken, want ik maak de spiesjes klaar in een grillpan boven een gasvlam. Rooster je de saté boven een kolenvuurtje, dan doe je er goed aan de stokjes voor het rijgen eerst een uurtje te laten weken in water. Dan verbranden ze niet zo snel boven de hete kolen. Om het vlees niet te laten uitdrogen tijdens het roosteren, smeer ik er af en toe met een kwastje een mengseltje van olie en ketchup of sojasaus overheen. Maar als er nog wat uitgelekte marinade beschikbaar is, gebruik ik liever dat. Soms moet het met wat sojasaus of ketchup en olie worden aangelengd.
En daar is dan je satéetje. Misschien herken je de beelden van de Hollandse bami. Dat kan kloppen, want deze saté is toen bereid en het recept staat nu dus geheel tot je beschikking. Voor de satésaus hoef je het jezelf niet moeilijk te maken. De toko heeft een groot assortiment aan milde of hele pittige sausen die je hierbij kunt opdienen. Allemaal uitstekende producten die prima voldoen. Geniet er lekker van!